Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie. Ik zal even iets uitleggen. Want ik heb gisteren de video opgenomen. En ik wou hem dus nu editen. En ik kwam erachter dat ik het eerste stuk niet meer heb. Dus waarin ik zeg dat ik een nieuwe video heb en dat ik super excited ben. Gewoon het eerste stuk. Gelukkig is het maar alleen het eerste stuk en niet zeg maar het echte stuk waar ik het ook ga unboxen. Maar daarom eventjes deze intro, want ik vind het wel jammer. Maar daarom doe ik het nu eventjes snel. Dus dan weet je dat ik niet in deze kleren zit en alles en... Nou ja, het was dus gisteren opgenomen. Maar, laat jullie kijken naar deze nieuwe video. Let niet op het geluid wat je hoort buiten. Maar ik heb vandaag wel een hele leuke video voor jullie. Super excited ben ik ervoor. En ik hoop dat jullie hem ook leuk gaan vinden. Want het is namelijk een Ariana Grande Moonlight unboxing. En dat is dus haar nieuwe parfum die ze laatst heeft uitgebracht. En gisteren had ik die dus... uitgepakt, dus als je daar benieuwd naar bent, blijf dan zeker nu kijken. En veel plezier met kijken. Oh ja, ik heb nu ook geen make-up of zo. Ja, de camera viel opeens weer uit, mijn camera is echt raar de laatste tijd. Maar, we gaan hem nu openmaken. En vinden jullie het nou ook leuk dat ik weer eindelijk een unboxing doe? Doe dan zeker een blauwduimpje omhoog als je vaker unboxings wil zien. Daar gaat hij. Oh, je ziet het al. Oh, ik ga hem nu gewoon openmaken. Oh. Het is zo ontzettend mooi. Die verpakking. Kijk eventjes. Moonlight, het is zo mooi, echt. Ja, ik vind het echt super tof. Echt een hele mooie verpakking. En ik vind het ook super leuk dat ze ervoor gekozen heeft dat er gewoon een plaatje komt van de Dangerous Woman Tour. Van de performance zelf, dat vind ik ook echt wel leuk. En hierop kan je niet echt goed zien, maar er staat Moonlight bij Ariana Grande. Oh, en dan gaan we hem echt openmaken. Ik heb zometeen gewoon Moonlight in my hands. Even een momentje hoor. Ik vind het zo mooi. Zo ziet hij eruit. Even als nog mooier plaatje. Het is echt super mooi van het holographic. Echt heel erg mooi. En nu gaan we hem openmaken. Maar ik heb hem dus in 50... De zon gaat net weg. Maar ik heb hem dus in 50 milliliter. En ik had er gelukkig korting op. Dat we zo'n doekpas hebben, zeg maar. Oh, daar is het moment. Oh, goed zo. Zon, ga maar schijnen. Oh. Oh, let niet op mijn haar, hoor. Maar... Oh, dan moet ik hem echt niet laten vallen. Dan ben ik echt dat los. Oh, wauw. Look at it. Het is zo mooi. Het is echt prachtig. Het is zo mooi. Je ziet echt een beetje van het holographic. En het is zo mooi paars. En oh, dit vind ik zo'n mooie parfum. Ik vind hem echt heel erg mooi. En nu is natuurlijk het moment aangekomen hoe die ruikt. En daar ben ik echt super benieuwd naar. Ik vind dit bolletje de kleur ook zo mooi. Wow, hij is echt super zacht. Ik heb het gevoel dat deze nog zachter is dan alle andere parfums. Nou, daar gaat hij hoor. Oh, ik doe het al hier. Oh, dit is zo lekker. Dit is... Oh shit. Ik heb het in mijn neus. Het is echt zo lekker. Het lijkt echt een beetje alsof ik overdrijf of zo. Maar het voelde echt heel erg raar. Ja, dat wou ik even zeggen. Veel plezier met kijken nog. Echt hoor, is echt heel erg lekker. Echt een aanrader. Oh, het is zo lekker. Oh, het ruikt hier echt heel erg lekker hoor.
Ja, dit is ook natuurlijk echt weer een aanrader. Het is zo lekker. Nou, dit is dus de parfum. Ik ben er super blij mee. Ja, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Voor de mensen die ja, hier naar benieuwd zijn, wil jij hem heel erg graag kopen? Als jij hem nou ook wil kopen, ik zou het echt doen. Het is echt een aanrader. Ook als je twijfelt. Het is echt super lekker. En ja, je kan je geen nee tegen zeggen hoor. Dat mooie flesje. Echt, het is zo mooi. En ik vind het ook leuk dat het paars is. Want dat is ook weer even wat nieuws, zeg maar. Van haar parfumlijn. Dus ik vind hem echt heel erg mooi. Echt een aanrader. Dus doe het vooral zeker als je gewoon twijfelt. Nou, dit was dan mijn Ariana Grande Moonlight parfum unboxing. Ik vind hem echt super lekker. Ik blijf het maar zeggen. Maar het is gewoon echt zo. Nog wel één ding. Ik vind het wel super jammer dat ze bij de Douglas nog niet er een cadeautje bij hebben. Want bij die vorige parfums had je dat wel, zeg maar. Maar misschien komt dat nog hoor. Je weet het nooit. Maar ja, ik had geen zin om te wachten, zeg maar. Ik wou hem wel gewoon heel erg graag kopen. En het hoeft niet per se een cadeautje bij, maar ja. Geef toe. We vinden het gewoon leuk als er een cadeautje bij zit. Het is gewoon zo. En in Amerika kon je als eerste deze parfum krijgen. En daar kreeg je wel een cadeautje bij. Eerst kreeg je er een, ja, ik laat wel hier een plaatje in beeld komen. Een ja, make-up tasje-achtig. Wat wel met een foto was van Sweet Like Candy, maar who cares. En daarna, nu kan je volgens mij een tas, een zwarte tas met Ariana Grande op en een pet met Ariana Grande op krijgen. Dus ja, wie weet. Ik hoop het heel erg. Eigenlijk, ja, het zou wel leuk zijn natuurlijk. Ook voor de mensen die hem dan in de toekomst gaan kopen. En die er dan wel een cadeautje bij krijgen. Dus ja, doe klas. Ik hoop dat jullie het doen. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Want we hebben bijna de 3000 abonnees. Zo excited daarvoor. En ik ga zeker een winactie daarvoor doen. Ik bedoel, kom op. Dus abonneer zeker. Vertel je vrienden, familie, kennissen om op mij te abonneren. En druk ook zeker op het belletje naast de abonneerknop, zodat je niks mist. En zet in de reacties wat jij van haar nieuwe parfum vindt. En ja, wat je van deze video vond. En dan zie ik je weer bij een nieuwe video. Doei!